8 doorgewinterde roofvissers staan voor de uitdaging van hun visserscarrière. Ze hebben 3 kansen om als winnaar uit de bus te komen, met maar 1 hoofdprijs. Dit is The Walking Best. In deze eerste editie strijden 4 teams voor de zege. Het strijdtoneel is heel Nederland en er mag alleen vanaf de kant worden gevist. Tijdens elke onderlinge battle telt het totaal aantal centimeters omgerekend naar punten. Daarbij is het de bedoeling 1 snoek, 2 snoekbaarzen en 2 baarzen te vangen. Is de kaart vol, dan krijgt het team 80 bonuspunten. Het team met het meeste aantal punten wint de battle en neemt 3 punten mee in de algehele competitie. Het team met de meeste punten wint de Walking Best 2023. In deze eerste battle nemen Jordi Rakiman en Lennart Rinaldo van Shimano het op tegen Toon van Ham en Gilles Kolen van Westwind. Nog voordat de zon op is, zijn beide teams op weg naar de eerste stekker. Beide willen bij het eerste daglicht klaarstaan om de snoekbaars af te tikken. Team Westin is op weg naar een van de benedenrivieren, waar team Shimano zijn geluk gaat beproeven op een van de kanalen. Lennart, heb je er zin in? Natuurlijk. Heb jij er zin in? Fantastisch. We gaan er gewoon een superleuke dag van maken. Wat zijn de verwachtingen? Wat gaan we als eerste doen? We zijn nu onderweg naar de snoekbaars. Probeer om zo snel mogelijk 2 maten snoekbaarzen te vangen. En als jij nou begint gewoon weer met een jichtje, dan begin ik met de dropshot. En dan na 5 minuten of zo, dan ruilen we om van plek. Dan ga ik waar jij gejicht hebt, ga ik dropshotten en andersom. Ik pak wel eerst de wat agressievere techniek. Ja. Oké, Jules, daar gaan we. Ja, op weg. Hoor. Op weg naar de eerste stek. Ja. Onze training was zeker niet slecht, dus het is altijd eventjes afwachten wat het doet op de wedstrijd natuurlijk. Het is beginnen regenen, in de training heeft het nooit geregend. Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar het andere team, dus team Shimano. Dat is tegen Jordi en Lennart. Ja, dat is toch ook wel een gedreven team. En sowieso. En ook gewoon plezante mannen. Het was ook gewoon fijn om die te ontmoeten op de interviewdag. Ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen. En we gaan elkaar een beetje op de hoogte houden in WhatsApp. Op de algemene groep van de roofmeisters. Dus we gaan zien wat ze kunnen vangen. Het is bijna 6 uur en de 10 uur vistijd gaat voor beide teams bijna lopen. Zodra ze de eerste worp maken, gaat de tijd in en gaat de strijd beginnen. Het is nog donker, Lennart. Spulletjes pakken en los. Ik ga gewoon proberen hier ook met die drop bij te doen. Ja, ook misschien baas, hè. Ja. Jij gaat bij die boom staan. Ja. Bij deze. Op deze, ja. En dan gaan we vissen, ja? Ja. Top. Terwijl team Shimano zich klaarmaakt voor de eerste worp, is bij team Westin de tijd al ingegaan. Ze zijn 10 minuten eerder begonnen en moeten op het eind dus ook 10 minuten eerder stoppen. Ja, we zijn dus hier op de rivier zoals je ziet. Ja, deze plek heeft op de training eigenlijk het meeste vis opgeleverd en dan vooral snoekbaars. En hier deze ochtenduurtjes proberen we daarom ook echt de dikke snoekbaars te vangen. Ja, het is nu 6:15. Dan is de snoekbaars wel vaak actief. Vis! Ook, los! Vis? Ja. Nice. De stroming gaat wel naar links, hoor, niet? Amigo, het is 6:30. Succes. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Snoekbazen. 10 uurtjes. Vanaf 10 uurtjes. De eerste worp. Let's go. Let's go. Zou het zijn, hè? We hebben net ingeworpen. En dan komt gelijk die aanbeet. Die verlossende aanbeet. Van die 80e snoekbaas. Oh, dat zou fantastisch zijn. We gaan ervoor. Beet?
Dat was het eerste afzinkmoment. Serieus? Ja. Maar het was geen beet. Nou, we zijn op dit moment aan het vissen op een kanaal. Eigenlijk het diepteverloop op dit water varieert tussen de 2,5 tot 5,5 meter. Het is toch wel een water waar je veel snoekbaars verwacht. Dus dat is ook de bedoeling. We proberen als allereerst snoekbaars te vangen. Om vanuit daar de volgende vis te gaan belagen. Het is vissen. Maar ik hoop ook echt dat die vis hier zwemt. In dit geval de snoekbaars. En dat ze ook ons aas willen pakken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Beide teams hebben hun eerste worp gemaakt. En de 10 uur vistijd is van start gegaan. De zon komt over een half uurtje op. Dus veel tijd in het donker is er niet meer. Is er nog een mooie controle? Ja. Ja, ik heb ook wel een mooie... Het is minder lang als anders, omdat je lang Ja, hebt. Minder lang, hè. Maar de momenten zijn het wel heel mooie controle. Vind ik ook, ja. Voor de stenen en zo, dus... We wachten al een beet. Hangen! Hangen! Vis aan! Baars, denk ik. Of kleine snoekbaars. Yes! First one. Woe! Klein snoekbaars. We dachten eigenlijk om te starten met grote chats voor grote snoekbaars, maar om controle te krijgen toch even aan bulties geschakeld. Net aan de vaat. Ja, dat is net 42. Voilà. Dan sturen we die in de groep en zeggen we snoekbaars 42. Hè. En dan is onze starter. Snoekbaarsje. Yes! Start is gemaakt. Team Westin heeft de snoekbaars gevangen van 42 centimeter. Dus die tikt net de minimummaat aan. Dus dat betekent dat hij telt. Dat betekent dat wij harder ons best moeten doen. Om toch meer in de buurt te gaan komen. Maar ja, we zijn net beginnen. We hebben gewoon nog steeds vertrouwen. Dus we gaan ons best doen. Yes man! Start is er. Start is er, ja. Nu alleen nog even doorzetten. Ja. Dat we die andere snoekbaars ook nog hebben. En dan vissen we weer in het licht ook nog eventjes op baars. Ja. Maar het is sowieso super om gestart te zijn met een vis. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, en met de eerste vangst van de dag heeft Team Westin meteen de eerste punten binnen. Toon en Gilles pakken nu goed door om die laatste schemeruurtjes maximaal te benutten. En om zo verder uit te lopen op Team Shimano. Dus wat we eigenlijk doen is we gaan langzaam de kant af. We kennen hier een aantal bulten en putten onder water. Waar wel een snoekbaars op gaat liggen. En het was echt een kleintje voor hier. Ja. Dus ik hoop dat er ook nog grotere uit gaan komen. Misschien is het nog een beetje het uur van de dag, hè? Heb ik overgegooid? Ja, denk ik. Ik lig links. Ja, dan moet ik even... Ik heb een beetje naar rechts gegooid. Ik dacht, jij al naar binnen waard. Ja, ik heb precies ingegooid. Ja, vis! Ja? Vis! Baars, denk ik. Net! Ik ben er. Binnen een paar minuten haakt Toon van Team Westin de tweede vis van de dag. Dit lijkt een mooiere vis. Yes. Als ze deze vis weten te landen, hebben ze voordat het licht is de twee snoekbaars al binnen en lopen ze uit op Team Shimano. Dikke snoekbaars! Mooi. Mooie vis. Schepen! Ja! Ja! Yes, dat is een dikke 60. Dat is een dikke 60. Woe! Daarvoor komen we hier. Nice man. Dikke vismaker. Dikke vis. Ah, 67. Nee, die is 68, kijk maar. Ja, 68. 68 centimeter is echt al een goede snoepbuis van op de kant. Vis. En Yes! Het is echt een dikkertje. Hij pakt de bulties met afzinken. Dus geen al te groot aas. Een 9 centimeter aasje. Ja. Gewoon rustig aan het binnendraaien en boom! Klet! Dus we gaan hem terugzetten en we gaan proberen die kleinere nog te upgraden. Ja, nog niks van een tikkie of wat dan ook. Op een of andere manier staat er veel stroom in. Die kant op. Team Shimano begint echter minder succesvol. De twijfel slaat toe. Len, hoe lang wil je hier nog ongeveer blijven? 5 minuutjes. Denk ik. Ik denk dat we dan moeten switchen. Ja, dan
hebben nu een tijdje niks op een jig en op een dropshot. Ja, één aanbeet. Maar ik denk dat we dan even langs het kantje gaan lopen. Ja, plugje eraan. Plugje eraan. Hopen dat dat een visje oplevert. Het is niet de mooiste manier om vis te vangen, maar... Wel goed om die vis wakker te schudden. En we moeten tegenstand bieden aan Toon en Gilles, want die hebben de snoekbazen al vol. Precies. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Check. Oké. Okay. Het is natuurlijk altijd de eerste vis die je op je kaart hebt, is al magisch. Om dan als tweede vis zo'n een dikke snoekbaas te pakken, ja, dat is gewoon super. Sowieso al de goede keuze geweest om hier te starten. Ja, sowieso. Daarvoor wouden we hier naartoe komen voor een mooiere snoekbaas. En die missie is al voltooid. Ik ga alleen even een 7 gram nemen. Ik ga echt te snel erover hier, heb ik het gevoel. Als dit de plek is om vis te vangen, dan sta ik er mooi op. Ja, nu wel, ja. Is dat een truc? Ja. Nee, dat was niet de bedoeling, maar... Ja! Vis! Waar er? Tikken! Oh. Allemaal zelf doen. Voilà. Oh, en is los. Oeh. Ik zei het, hè, ze liggen hier rond dat bergje. Ja, ja. Is wel een goede upgrade, hè. 47. 47 is hij. Lekker. Zo, een snoekbaars 5 centimeter upgrade. Super mooi. 47. Dus nog een paar beten gehad, dus er ligt nog vis rond. Gaat begint, lekker. Ja, het begint nu echt te stromen, dus. Goed bezig. Snel een fotootje, yes. En dan sturen we die in de groep, hè. Ja. Lennart, ze hebben weer eentje. Snoekbaars van 48. Oké. Okay. Gaat lekker daar, hoor. Ze doen het goed. Ja, gaat goed daar. In tegenstelling tot hier, helemaal genoeg. Dat is natuurlijk wel eventjes een binnenkomer, om direct 3 snoekbaarzen door te kunnen sturen. Dat voelt wel goed eigenlijk. Ik denk dat het toch iets of wat stress geeft aan het andere team. Dus op dat vlak denk ik dat we wel goed bezig zijn. Team Westin heeft met het vangen van deze snoekbaars de luxe om te kunnen upgraden. Dat betekent dat ze nu op 115 centimeter staan. Bij Team Shimano begint het taai en is het strijden voor die eerste aanbeet. Lennart heeft een vis dragen, boys. Even Lennart ondersteunen. Snoekbaars. Vis voor hem scheppen, zodat hij zichzelf kan focussen op het drillen. Kleintje. Ja, ik heb nu de stroming van die boot. Net maar. Boeien! Klein maar fijn. Dit is een meetlint van 1,50 meter. Wat denk je, Lennart? Denk je dat hij erop past? Ik denk dat we een grote meetlint nodig hebben. 46. Eerste snoekbaasje, 46 centimeter. Harde aanbeet op een dropshot, strak tegen het kantje aan. Daar verwachten we ze ook wel. Dus het is een kleintje, maar het begin is er. Nog eentje en dan kunnen we op de snoeken en de bazen gaan focussen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Zo zeggen we dat. En dan doen we hem netjes terug. Op naar de volgende. Zo, weg is ie. Lekker, Len. Goed, man. Goed bezig, man. Ja. Op naar de volgende. Nummer 2. En dan gaan we snoeken en bazen. Yes, 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 yes. Is een berichtje binnengekomen? Ik denk een baars van 46. Oef. Hij is ook direct een mooie. Ik wil de foto wel eens zien. Ah nee, snoekbaars van 46. Oké. Okay. Mooi. Oké. Okay. Dat is een mooie vis. Dat is ook een goede start voor hun. Ja, dus, hey, daar zijn we super happy mee. Team Shimano heeft nu ook de eerste vis binnen en de wedstrijd is nu in volle gang. Het verschil in centimeters is nu 69 centimeter in het voordeel van Team Westin. Maar er kan nog van alles gebeuren. Beide teams hebben nog ruim 8 uur om de kaart vol te vissen en die 80 bonuspunten te pakken. Pak je ze gewoon op een spinmat? Ja, gewoon liggen. Ja. Ja. Gewoon stijf tegen de kant. Ja. Niet normaal. Echt net normaal. Krijg je ook wel eens de aanbeet op het moment dat je draait hem soms binnen, toch even 20 centimeter. Ja. En dat je dan
Nee, vaak naar dat tikje, hè? Ja. Vet is dat. Ja, dan krijg je die vlek in je lijn. Klopt. Zak die eventjes. Chill. Boomschors. Een goed teken. Ligt ergens iets. Ja, nu regent het wel, maar dat is ook altijd een tip als je wedstrijd gaat vissen om goed voorbereid te zijn. Dus ik probeer altijd een aantal lijntjes, of een aantal, meer dan genoeg voor te knopen. Dat zijn leaders, we vissen altijd hier met 60 honderdste fluorocarbon. Ja! Oh, fuck! Okay. Ja, net twee vissen daar al gelost. Dus vissen we 60 honderdste fluorocarbon, meestal 1,20 meter in eerste lengte. Woord. Dat we toch redelijk veel stenen hebben hier. Net op die rand, hè. Fuck. Tjus, zeg. Ze liggen er, hè? Dat was mijn eerste worp erop. Ja, ja, ja. Bots. Bij Team Wessing is de beta uit. Daarbij zit het weer tegen. Het regent al een uur onafgebroken en dat maakt het vissen moeilijk. Team Shimano heeft wat het weer betreft meer geluk, maar bij hen vallen de vangsten nog tegen. Ze krijgen weinig aanbeter en staan nu nog achter op Team Westing. Wat zeg je? We moeten hem wel vangen. Ja, denk je niet dat ze hem hier vangen? Ja, het kan wel. Ik denk het wel. We moeten zo snel mogelijk. Waarom? Kan het lukken. Ja, ja, ja. Rustig, rustig, het is een baas. Nee, hup, 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 hup. Ja, ja. Net. Oh, oh, oh. Sorry, baas. Is het goed zo? Kom. Ja! Lekker waar. Goed gedaan. Wow, ik zat gewoon een beetje te spelen met een spintail voor mijn voeten. Mooie baas, man. Godverdorie, jij. Zo. Oh, dat staartje. Kijk, het is een verfrommeld staartje. Anders was hij een centimeter langer. 35. Lekker, man. Baasje, ik was gewoon bezig met een spintail een beetje voor me aan het, eigenlijk aan het niks doen, een beetje verticaal. En ik krijg een aanbeet en een mooi baas, 35 centimeter. Hij heeft een heel vervelend staartje, een heel kort staartje, anders was hij waarschijnlijk 36 of 37. Maar ja, daar heb je geen invloed op. Mooi visje, onverwachts, maar wel welkom. Maar nu moeten we toch een snoekbaas gaan vangen. En met deze vangst kruipt Team Shimano langzaam dichter tegen Team Westin aan. Het verschil is nu nog maar 34 punten en er kan nog steeds van alles gebeuren. Beide teams hebben nog veel vistijd voor de boeg en zullen alles uit de kast moeten halen om vandaag als winnaar uit de strijd te komen en de eerste 3 punten van The Walking Best te pakken. Ik kan! Oh. Ik zeg het daar bij die stenen. We gaan weer de kant in gaan. Oh, dat is ook een goeie. Dik, hè? Oh, dat is een goeie. Pak maar. Nog. Ja. Yes. Woo. Nice. Wat zijn hier? Ja. Tegen dat kantje. Juist de laatste worp. Dat is mooi. Zet lekker. Ja. Die boeltjes. Laat dat maar eens zien. Die lusten ze wel. Die moeten ze wel hebben, ja. Keiharde aanbeet. Ik ga even je tank pakken, hè. Is hier... Oh ja. Is net 60. Af. Leg hem eens. Jawel. Jawel. Haha. 60. Mooie 60 is een heel mooi formaat voor op de rivier. Eigenlijk wel het gemiddelde formaat dat we hier ongeveer vangen. Hè? Ja, ja. Maar blijft echt prachtige vissen. Super, super, absoluut. Super. We gaan hem snel in de groep sturen. Yo. Berichtje van Gilles. 60 centimeter, snoekbaars. Mooi. Ja, mooi voor hun. Ja, mooie vis. Ja, doen ze goed. We moeten aan de bak, Lennart. We moeten aan de bak. Even die snoekbaas vangen en dan kunnen we op de snoek en de bazen. Maar ja, vang hem maar eens even. Als het taai is. Maar ja, deel 1 is geslaagd. Ja. Mooie snoekbazen vangen. Bulties, hè. Ja. Het is redelijk wat beter gehad, hè. Ik denk dat we 6 of 7 beter gehad hebben, dus... Op 2 uur tijd, hè. Dus. Ja, voilà. We missen er nog 2 in. Dat is goed. Waarschijnlijk een baars daar. Dus ja, aanbeten zitten zeker goed. Ja.
van die sluis tot daar is een uur. Nee joh. Ja, dat weet ik gewoon. Denk je niet bij die stuk? Want je bedoelt waar we toe... van hier naar die snoekstek is 49 minuten. We moeten die snoekbaas anders... ik denk dat Toon en Gilles hun snoek en twee baasjes ook nog wel gaan vangen. Ja. Dus dan hebben zij volle kaart, dat zijn 80 punten. Die hebben wij ook nodig. Dus we moeten die snoekbaas vangen. Eens. Gaan we? Let's go. Team Shimano laat de eerste stek voor wat het is en vertrekt richting de volgende. Ook daar willen ze snoekbaars vangen, om die snoekbaars in ieder geval vol te vissen. Team Westing kent de stek dichterbij om daar baars te vangen, voordat ze de pijlen op snoek gaan richten. Oké. Okay. Alright. Let's go. Baars die. Dan vangen we ze, dat weet ik zeker. Jordi en ik vissen al van kinds af aan samen. En we hebben bewijsmateriaal gevonden. Goeie oude tijden, ja, jongens. Joh. Prachtig. Basisschooltijd. Dit was onze eerste snoek samen, denk ik. No down way. If you don't want me. Oh nee. Was dat vis? Dat was geen vis. Maar leek zo omdat hij zo twee keer losschoot. Er liggen ook heel veel stenen, heel veel planten. Ja, mosselen. Ja, steen op de roodkop. Op de kop. Volgende spot. We moeten toch die tweede snoekbaars zien te vangen. En dan daarna op baars en snoek. Dus we gaan er nu heen lopen en dan gaan we hem vangen. Zo. Helaas stond de snoekbaars ook op deze stek niet aan en Team Shimano gaat snel door naar de volgende locatie. Ondertussen is Team Westing nog vol op de rivier bezig, maar hebben ze het wel lastig. Ze krijgen weinig aanbeten, maar blijven vertrouwen houden. Zolang dat we zelfs een snoek vangen, ben ik content. Ofwel een baars. Maar gewoon iets voor de kaart. Mijn passie voor het vissen is al... lang geleden ontstaan, toen ik 7 of 8 jaar was, door bij mijn grootouders in een heel heldere, kleine beek te vissen. In het begin gewoon met de vaste stok, dus met een handhengel, op van alles, voren en brasem. En dan al snel een interesse gekregen voor het roofvissen en met spinnertjes die beek afgooien. En dan een baars gevangen, een snoek. Ja, en dan ben je vertrokken, hè. En sindsdien altijd blijven roofvissen. Vind ik toch, omdat je zoveel beweging hebt, vind ik dat toch beter als het stilzitten voor mij persoonlijk. Zowel Team Westin als Shimano zijn verplaatst naar een nieuwe stek. Gilles en Toon proberen baars te vangen op de rivier, terwijl Jordi en Lennart eerst voor de snoek op groot water gaan. Team Westin staat op dit moment voor op Team Shimano, maar het vangen van één snoek kan alles veranderen. Oké, we zijn hier op de snoekstek. We gebruiken eigenlijk best wel klein aas om de snoeken te vangen momenteel. Teelspinnetjes, gewoon shedjes tot 10 centimeter. Misschien een spinnenbeetje zometeen, want er staan wel wat plantjes. Dus ik hoop dat we echt een snoek kunnen vangen. Die zou heel belangrijk zijn. We moeten gewoon in de vaargul werpen. Dat was, daar was het steeds raak vorige week. Dus... gaan we ons best doen. Ik vis op dit moment met een langere spinhengel. Dit is de Shimano Lunamis. De hengel is 2,59 meter lang. Met een werpgewicht van 7 tot 35 gram. Perfect inzetbaar voor de zeebaars en de snoekbaarsvisserij. En de reden dat ik hem nu ook gebruik is omdat ik met deze lengte en de strakheid van de hengel ervoor kan zorgen dat ik een shed van een centimeter of 10 met een loodkopje van 10 gram echt ontzettend ver kan werpen. Als je wil in de vaargul vissen, langs de vaargul, langs het taluut, ja, dan heb je gewoon een iets langere hengel om die afstanden te kunnen overbruggen, heb je echt wel nodig. Voor mij echt een fantastische hengel voor deze visserij. Beide teams hebben de kaart bij lange na nog niet vol. Maar het doel van Shimano is om eerst in de buurt te komen van Team Westin. Team Westin doet er intussen alles aan om verder uit te lopen op Team Shimano en ze proberen hun eerste baars te vangen. Voor de snoek hebben ze een stek die vrijwel altijd vis oplevert, maar je weet natuurlijk nooit wat er op de rivier kan gebeuren.
Ik ga eens kijken of hier snoek ligt. Jij is pintail, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel ideaal, hè, want dan kunnen we juist wat meer meters maken. Wat blieft? Dan kunnen we wat meer meters maken eigenlijk ook, hè. Ideaal dat ik nu ben geswitcht. Ja. Dat is toch lekker? Hier achter. Oh, weer een tikje. Klein baarsje weer. Hier zitten baarsjes. Doorvissen met de spintail dan. Ja, toch al een paar aanbeten gemist nu. De nieuwe dropbites van Westin. Echt super mooie aasjes. En die zijn ook zo gemaakt van tungsten. Dat is veel harder als lood. En daardoor ook ja, elk klein tikje tegen een steen komt echt super hard door in uw hengel. Zou wel goed zijn. Klein baarsje voor op de kaart. Zou er super blij mee zijn. Dus we gaan zien. We vissen door. We zijn hier al 2 uur bezig, hè? Nee. Het is nog maar 9:30. 9:30. 1,5 uur. Ja, dus normaal, volgens het plan, is het tot 9:45. Ja, maar volgens eigenlijk het plan vingen we hier baarsen, dus. Ja. We waren eigenlijk ook al achtergelopen in ons plan. Ja, dus ja. We zijn hier echt nog maar 1,5 uur bezig of zo. Het is oké. Het is alleen, we missen een paar beten hier. Maar dat kan gebeuren bij het vissen. We hebben nog meer dan genoeg tijd voor 2 baarzen en een snoek. Snoek kunnen we altijd eventueel nog in de polder vangen, maar dan verliezen we wel een beetje tijd met de rijden naar daar. En daarom dat we hem liever hier vangen nu en dan kunnen we nog de hele dag op de rivier blijven. Dus dat is wat we gaan proberen. We gaan hier blijven vissen. Mijn twitchbait. Oh, even oppassen. Mijn twitchbait eventjes. En we gaan proberen hier een snoek te vangen. En dan hoeven we niet naar de polders. Ik kreeg een tik, hoe was het? Ik haalde hem van de bodem af. En ik voel weerstand. En ik voel wat vechten. Maar ja, niet goed de haak kunnen zetten. En eigenlijk naar 2-3 seconden los. Oh. Wat zuur. Het geluk zit even niet mee nu. Man. Zonde, man. We houden hoop. Gewoon doorgaan. Na een radiostilte lijken de roofvissen eindelijk weer wat actiever te worden. Het is een kwestie van tijd of een van de teams gaat weer vis vangen. Kom op, Snoek! Come on! Lennart? Ja? Ik zeg het je. Deze worp? Dit wordt hem. Bedden, hij gaat vastzitten. Deze waar vast zit. Ja, vis. Los! Wat de hel, man! Nee, joh! Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Je zag hem eraan, hè? Ja. Hij hing eventjes. Had wel pech, hoor. Zo. Het is gissen, maar deze 3 snoeken die we lossen, wellicht waren ze alle 3 maat. Dan hadden we die snoek, konden we wegwezen. We vragen niet zoveel. 95 centimeter, zoiets. Team Shimano geeft de snoekstek nog even de tijd, terwijl Team Westin op weg is naar een volgende stek. Zij willen eerst die baars vangen om op het einde van de dag de snoek af te kunnen tikken en zo de kaart vol te vissen. Oh, los! Oh, die kriekro! Ja! Oh, fuck! Ja! Oh, gezien! Gezien! Man, hier zit echt veel baars, jongen. Ik gooi mijn aas zo kort mogelijk langs de wand, omdat ik weet dat baarzen dat graag gebruiken om te jagen. Zo'n wand. Als die visjes opjagen, dan kunnen die visjes maar 1 richting uit, en dat is richting de baarzen. Je kunt natuurlijk niet door een muur zwemmen, dus dat is allemaal gewoon logica. Die gebruiken dat heel graag om te jagen, zo'n wand. Maar ze liggen niet op scherp hier. Je hebt al het meeste vertrouwen hier, hè? Verderop, hè? Ja, sowieso.
Ga! Los, chill. Sukt. Sukt heel hard. Fuck. Dat was de kans, hè? Dat was de kans. Maar er komen nog kansen. Ja, ja, voor je baas. Kunt je hem even of niet? Nee, nee, kan ik niet even. Zwaar, zwaar. Zwaar. Dat is bij hem. Heb je hem nog? Ik heb hem, ik heb hem. Het is dropshot. Die hangt goed. Ja, mooie baard. Ijs! Mooie baard, ja, ja, ja. Breng hem maar naar hier. Ja, ja, ik ben onderweg, ik ben onderweg. Spanning. Ja. Spanning. Ja! Yes! Yes! Ja! Ah, oh, man. Zoveel vis gelost hier. Ongelooflijk. Oh, die is lang. Oh, yes. Yes, 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 yes. Wacht, hè. Oh. 46. Wacht. 47. 47. Fuck, oh, super mooie baas. Kijk, op de dropshot, hè. Heel veel gemist op de, ja, op de dropbite. In de streetfishing, zo'n klein dropshot aasje heeft ons al zoveel mooie vissen opgeleverd, ja, op streetfishing wedstrijden. Blijven aanhouden. Een dikke vis. We gaan hem gelijk insturen. Pluk maar een beetje. Oh, ze hebben weer wat gevangen. Oh. Baas van 47. Mooie vis, man. Zo. We hebben veel pech, jongens. Echt. Op twee potentieel goede stekken. Al een lange tijd mensen aan het vissen. Ja. Dan kan het een lastig verhaal worden. Maar we geven niet op. Tuurlijk. We blijven het proberen. We hebben nog dik 4 uren te gaan. Nu is de vraag wat we gaan doen. Het andere team heeft ook nog geen volle kaart. Nou ja, stel we hebben mazzel en zij vissen hun volle kaart niet. Dan zijn wij enorm geholpen met 1 baars en 1 snoek. Ja, we kunnen proberen die baas te gaan vangen ergens. En dan een polder of een sloot of wat dan ook op te zoeken. En dan daar proberen een snoek te vangen. Precies. Gaan we hier nog een paar... Een paar worpjes en dan lekker verkassen. Gaan we weg. Is. Als er 1 ding is wat ik niet tegen kan, dan is het verliezen. Dat is altijd al zo geweest. Ik ben heel competitief ingesteld. Nu op dit moment zit het helemaal tegen, maar... Weet nooit, binnen een uur kan je makkelijk 2 bazen van je, dus het kan allemaal snel gaan, hè. Het is gewoon zonde dat we er hier zoveel verspelen. Ja, we gaan nu bijna naar de laatste stek. Dus baars is helaas niet helemaal gelukt. Dus we gaan nu een snoek proberen te vangen. Maar voordat we vertrekken wil ik toch nog even laten zien met welk klein aasje dat we onze laatste baars hebben gevangen. Dit is de Megatees. Nou, het is een heel klein aasje, maar er is eerst een grotere variant, de Megatees. Dit is de allerkleinste variant. En dat kan echt een killer zijn voor baars als het moeilijk is. Dus ik probeer altijd dropshot lijntjes voor te bereiden. Dan kan je snel wisselen. En voilà, heel snel baars proberen te vangen. Heel agressieve actie. En er is ook nog een mooie snoekbaars uitgekomen. 60 centimeter. Allebei op dit mini aasje. Dus probeer dat zeker eens uit. Als die lucht zo gaat, dan blijft het regenen. Heerlijk, maar jongens. Dit is vissen. Hier doen we het echt voor. Nee, maar dit is wel mooi. Dit hoort er ook bij. Ja, ik vind het ook mooi. Dit is wel echt snoekwater. Snoekweer bedoel ik. Als je nu in deze regen gewoon je aasje gaat werpen, je wil niet weten wat je vangt. Ja, waarschijnlijk niks, maar... Ik ga het gewoon doen. Ja, ik niet. Lennart, ja. We zijn een wedstrijd aan het vissen, man. Ja. Dan moet je in de regen gaan staan en gaan vissen. Wat doe je? Ik schuil wel even. Een mooi plekje hier ook. Met deze boom. Ik wacht tot jij een vis vangt en dan net ik hem. Kijk, gewoon ingeworpen. En dan onder die boom zo. Hier gaan we rustig binnen. Zou wat zijn, hè, als hij nu erop slaat. Ja. Cool. Zou echt wat zijn. Terwijl Team Shimano de eerste regen over zich heen krijgt, is Team Westin onderweg naar de laatste stek. Ze hebben het helaas niet voor elkaar gekregen om nog een 2e baas te vangen.
Maar ze weten hoe belangrijk die centimeters van de snoek zijn. En dat is dus het target voor de laatste uren. We hebben het riviergebied verlaten en we zijn aangekomen bij een polderstek. Hier gaan we proberen zo snel mogelijk een snoek te vangen. Omdat we hebben eigenlijk nog één snoek en één baars nodig. Maar die baars, dat gaat moeilijk worden. Dus we gaan proberen in een ondiepe sloot snoek te vangen. En we zijn net aangekomen, dus we gaan niet te veel tijd spenderen aan het praten. En we gaan zo snel mogelijk een snoek proberen te vangen. Oké, goed, dan gaan we doen. Let's go. Team Westin zit momenteel vol achter de snoek aan en de laatste uren zullen dan belangrijk zijn. Team Shimano is inmiddels ook op weg naar de volgende stek. Zij moeten nog een snoekbaars, baars en snoek vangen om de kaart vol te vangen. Maar de strijd is absoluut nog niet gestreden. We zijn op een nieuwe stek. Echt, ja, dit water is een en al snoekachtig. We gaan snel naar het water, hopen dat we toch op korte termijn een snoek weten te vangen. Gaan we meteen verkassen om die baars te vangen. En misschien doen we dan nog mee. Dus we gaan ons best doen. Als ik me niet vergis, kunnen we daar ook nog... Er wordt nieuwbouw gebouwd, maar... Kunnen we daar ook nog vissen, als we willen. Oh, jongens. Een dikke snoekpook. Zware hengel. Want we willen die haak goed kunnen zetten. En we willen hem ook niet lossen. Dus de hengel heeft ook nog wat topactie. Om toch de kopschuddende bewegingen van de snoek op te kunnen vangen. Dit wordt hem. We hebben één snoek gezien. We zijn een half uurtje aan het vissen, denk ik. Oh, ik denk nog niet. Of nog niet. En we hebben toch al één snoek gezien, dus dat is eigenlijk goed. Ja. Alleen spijtig dat hij niet bleef hangen. Nee, inderdaad. We hebben nog wel tijd, dus. Ja, ja. Ja, maar ik vind het ook wel leuk vissen zo. Om eerlijk te zijn ben ik niet zo echt een poldervisser. Hè. Dat is nu, denk ik, ongeveer de vijfde keer dat ik in de polder ga vissen. Toon heeft veel meer ervaring, maar het is sowieso mooi om te doen en gewoon lekker snoeken. Dus denk ook wel. Het is echt niet moeilijk, hè? Nee, allee. Ik heb al ervaring met snoek, maar niet echt in dit soort wateren. Dus voor mij is het ook altijd wel extra spannend eigenlijk om in de polder te gaan vissen. Ik was net aan het vissen met de 10 centimeter variant van de swim en nu verder met de 12. Dus eens kijken wat dat geeft. Dat is het einde daar al, dus. Ja. Het kan nog. Uiteraard. Wachten. Hè? Even wachten. Wat dan? Er ligt een heel klein snoekje hier. Echt? Ondermaat. Zie je hem liggen? Hiervoor. Een metertje ervoor. Oh ja, op het oppervlakte. Ja. Nee, wacht. Nee, wacht, Len. Doe een poppen eraan. Dat zou dik zijn. Serieus, doe. Ja, maar hij draait al. Ik moet hem nu... Okay. Hij kwam net al achter mijn chatterbait, hè? Daar kwam hij ook van. Ja! Ja! Oh. Hij ging er twee keer achteraan. Ja. Hij is ondermaats, maar... Ja, ja. Zit hij? Baas! Oh! Misschien is hij 22. Is hij 22? Ja, misschien wel. Baas? Wat de hel? Ik zie een snoekje liggen. Ik denk, ja, echt heel klein snoekje, 25 centimeter. En ik gooi er een spintail aan. Len, mijn... De BT Spin van Shimano. En er klapt zo waar een baasje op. Ik denk het niet, man. Ik denk het niet. Nee, 20. Jammer. Ja, 20. Geen 22. Jammer. Klein baasje. 20, dus 2 centimeter tekort. Ik ga zijn broertje vangen, of broer. Die is 2 centimeter groter. En dan telt hij wel.
Helaas voor Team Shimano is de minimummaat voor baars 22 centimeter en telt deze vis niet mee. Ze zullen dus nog even door moeten zoeken. Het einde van deze battle komt in zicht en ondanks dat Team Westin voorstaat, kan alles nog veranderen met het vangen van een snoek of snoekbuis. 22. Groter hoeft hij niet te zijn. Oh, hier lag een vis. Wat voor vis? Hiervoor. Ik zie een stopwolk. Ja, we waren juist op dezelfde plek teruggekomen waar ik eerst een aanbeet had op de Monster Vibe. Toen zei ik, kom, we gaan nog eens grappig een paar worpjes maken. En bij de eerste worp volgde hij direct terug of tikte hij de sabotage aan. Nee, hij pakte hem. Ja, helaas pakte hij niet door. Maar wie weet een derde keer. Snoeken kunnen echt een paar keer pakken, dus als je ooit ergens beet hebt gehad, dan is zeker de moeite om er nog terug te komen of een paar keer meer proberen om toch een aanbeet uit te lokken. Ja. Zoals je hier kan zien, hè, supermooi helder water, daar houdt de snoek van. Maar ook die waterlelies, is eigenlijk allemaal beschutting waar die snoek tussen kan liggen. En op het oog ziet het er gewoon super aantrekkelijk uit. Zijn jullie bekend hier of niet? Ja, aan die kant? Ja, maar er zit wel heel veel groot. Ja, dat is waar. Maar daar ligt ze tussen, hè? En dan verderop, daar wordt wat groter, toch? Precies. We gaan het proberen. En na wat tips van de altijd aanwezige plaatselijke expert is het laatste uur voor beide teams aangebroken. Team Westin is 10 minuten eerder begonnen en zal dus ook 10 minuten eerder moeten stoppen. Ze zetten alles op alles om de snoek te kunnen vangen en zo verder uit te lopen op Team Shimano. Op dit moment staat Team Shimano nog achter, maar met de vangst van één snoek kunnen ze Team Westin voorbij gaan en op de valreep deze battle winnen en zo de 3 punten in de wacht slepen. Wat ver... Oh! Hey. Dat wordt hem, jongens, dat wordt hem. Zie je, troebel. Nog een uurtje. 95 centimeter zou genoeg zijn, dus een baasje van 22 en een snoekje van 73. En dan hebben ze te pakken. We hebben er nog een uurtje voor, dus we gaan er tegenaan. Oh, ondermaatse baas. Ze mag gelijk weer terug. Op naar de volgende, jongens. Come on. Ja, die was groter. Had echt zo'n harde beuk. Ik laat jou hier, ik ga even aan. Ja, come on, Jordi. Focus. Slipchecker, die is goed. Ja, hangen. Ja? Die kan wel 22 zijn. Hoe groot denk je, Lennart? Ja, ik denk... Plus, minus? Ik denk niet 22. 21? Een klein beetje nat. Met een beetje mazzel 21, maar nooit 22. Jammer. Snel weer terug. Er zit een grotere, dat is sowieso. Weer een ondermaatse baars voor Team Shimano. Maar ze hebben actieve vis gevonden. Dus is het wachten op een grotere. Intussen voelt Team West in de druk, want ze hebben nog maar een paar minuten. Ja, Toon kent deze polder heel goed en hij weet dat hier heel veel kleinere snoeken zitten. Daarom hadden we besloten dat een van ons twee met de gewone spinhengel zou vissen en iets kleiner. Proberen toch, als er een kleine snoek bijt, dat we toch meer kans hebben om hem in te haken en om te vangen. Dus we gaan zien. Voorlopig is het nog stil, maar we hebben nog plekjes. We hebben nog een kwartiertje vistijd. 10 minuten ondertussen. En het andere team heeft nog een 25 half minuten dan. Ja. En wij hebben nu, ik weet niet precies hoeveel punten, maar ik denk dat we ongeveer 70 punten voor staan. Dus zolang dat zij een snoek vangen van 70, of een snoekbaars natuurlijk, dan vind ik het helemaal goed. Maar we zullen zien. Ik denk dat de groene spinmat 6. Ja. Oh, die is maat. Ja. 100%. Is maat, hè? Ja. Hoi. Deze moet maat zijn. Een heel klein teelspinnetje, 6 gram. Is hij dan de baas van 22 centimeter?
Nu hoeven we alleen nog maar een snoek van 73, zijn we de mannen van Westin voorbij. Deze hadden we nodig, deze kleine rakker. Nu gaan we vol in op snoek. Daar hebben we nog een klein uurtje voor. Oh man. Op dit moment hebben we een snoek van 73 centimeter nodig om met de winsten vandoor te gaan. We proberen nog heel eventjes om op baas te vissen. Dat we, dat we geen 73 centimeter snoek nodig hebben, maar misschien 68. Maar als we binnen nu in een paar minuutjes dat niet weten te overtreffen, dan gaan we gewoon op snoek. En dan hopen we dat we een snoek van 73 centimeter of groter gaan vangen. All in op snoek hoor. Stel je vangt nu een baasje van 30, nou mooi. En dan vangen we daarna geen snoek. Nou, je hebt gelijk. We moeten nu gewoon mazzel hebben dat die snoek 73 is. Daar hebben we nog een half uur voor. Iets langer. Nee jongen, ja dat klopt. Het is gewoon haalbaar hè? Ja, kijk dan. Oeh, hoe groot zou die zijn? Ja, hetzelfde formaat. 22. Supermooie sloot, vol aasvis, mooie diepte, mooie planten. Allee, het is toch hier gewoon kei mooi. Het is gewoon zonde van de snoek. Ja, of van de baars. Die doen het vandaag gewoon echt helemaal niet. Niet. Oké jongens, het zit erop voor ons als Team Westin. We hebben er een serieuze battle van gemaakt. Maar helaas is de dag weer snel over. Ja, 10 uur vissen, kan toch vliegen. Hè? Ja, maar we gaan terugwandelen naar de auto. Het is nog een heel stuk. Oké, goed. En tot de volgende wedstrijd. We gaan ons voorbereiden. Tot ziens. En nu de 10 uur vissen van Team Westin er officieel op zit, heeft Team Shimano nog 10 minuten over. Het wordt ontzettend lastig om Westin nog in te halen. Maar daar heeft Jordi iets op bedacht. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Zullen we gewoon eens helemaal lijp doen? We gaan even een fotootje van een snoek in die app gooien. Hé? Hey? Zometeen. Ja? Zometeen. Ja, last minute, snoek. 84. Oh. Ja. Hoe groot zeg je 86? 91. We gaan even stangen, jongens. We hebben verloren, helaas. We verliezen echt als winnaars, als goede verliezers, laat ik het zo stellen. We gaan toch even voor de grap een snoek die groter is dan 73 centimeter in de groepsapp gooien. Dat het lijkt alsof wij hebben gewonnen. Dan komt er zo'n bepaald gevoel bij hun naar boven. Bij die Belgen komt dat naar boven. En nou ja, ik ben echt benieuwd hoe die reageert. Fantastisch. Nou, hij is gestuurd. Ik zie hier een klein baarsje nog en dan die is 91. En dan horen we dat doet pijn hè. Dat doet pijn hè. En zoveel vis gelost dan nog hè. Hele dag uit de leiding. Ja. Vis te plaatsen. Ja, dat is knap geweest. Het is toch en, nog, en op het einde dan een 91 vangen. Ja, dat is super hè. Ja, terwijl wij dan, sorry. We zullen ze wel... Toon! Kutzooi! Dat is leuk. Hey. Is een grapje, maat. Dat is een oude vis. Dat is een grapje. We zijn aan het aanhoeren. Fuck you! Oh, kerel, we dachten we echt aan het janken vandaag. Nee, maar goed, nee, nee, is niet waar. Hey, mannen. Supergoed gevist, mannen. Complimenten. Ja, we hebben echt pech gehad op het einde, joh. We hebben twee snoeken gelost en dan paarsen gelost. Was echt... En dan die 91, dat was extra pijnlijk. Ja. Ik ben blij dat dat fake is. Mooi, ja. Nee, jullie ook lekker. Gefeliciteerd, mannen. Ja. Toch gewonnen, ja. Je voelt dat toch anders? Ja. We wisten wel dat het nipt werd, alleen. We hebben een plan gevolgd. We hebben zeker ons best gedaan. We hebben kwaliteit, vissen gevangen, het was zeker goed. Maar we hadden verwacht dat het einde beter was. Maar net genoeg, hè. Net genoeg. Het is eigenlijk gewoon spijtig dat we... Allee, we hebben het ons eigen zo moeilijk gemaakt. Hè. Ja, maar uiteindelijk, 3 punten zijn 3 punten. En je kunt hier blijven zagen dat het een moeilijke dag was. En we hebben vis gelost, maar uiteindelijk... Die 3 schrijven we hebben 3 punten en we gaan nu naar de McDonald's of zo om iets te gaan eten. Team Westin heeft gewonnen. Ja, zeker. Gefeliciteerd aan Team Westin. Echt knap gevist. Prachtige vissen gevangen. Absoluut. Mooie snoekbaasen, mooie baasen. En jullie hoorden het net. Ze hebben zelfs een aantal snoeken gelost en wat baasen gelost. En dat hebben wij ook. We hadden nog maar 73 centimeter nodig om Team Westin voorbij te gaan streven. Maar helaas mocht het niet baten. Het werd nog even spannend. Daar nog een baasje van 22 centimeter gevangen. Inderdaad, 73 centimeter. Mocht niet baten. Misschien hebben we hem eraan gehad, misschien niet. We weten het nooit. Nee. Wij zijn tweede geworden. Best wel goed van de twee.
Geen eerste, maakt niet uit. Nee. Mooie dag gehad. En we gaan het volgende team gaan we inmaken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot later. En met deze spannende ontknoping is Team Westin de eerste officiële dagwinnaar van de Walking Best 2023. Met hun twee grootste snoepbaarzen en één baars hebben ze een totaalscore van 175 punten behaald. En nemen ze 3 punten mee in de competitie van de Walking Best. Volgende week is de beurt aan Thijs van den Akker en Koen Sitma van Team Fox Race tegen Goran Trinic en Jamie Postelus van Team HTO Westwijk. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en zorg dat je deze aflevering niet mist. Tot volgende week.